Hoe word ik eigenlijk een kind van God? En wie geeft antwoord? Nou, ik zou het liever... Ik vind het moeilijk om op mensen te vertrouwen. Dus is er ook iets waar ik op kan vertrouwen, zeg maar? Is er een soort waarheid waar ik wel op kan vertrouwen? Ja, je kan bouwen op Heer Jezus Christus. Huh? Ja. Zou ik zeggen, ik heb in een rolstoel gezeten. En ik was eigenlijk opgeschreven. En er was geen redding meer mogelijk. Maar de artsen zeiden, Marjolein, je zult nooit meer lopen. En toen was daar de Heer Jezus. En iemand was voor mij en ik stond op uit de rolstoel. Wow, yeah. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet, dat dacht ik ook. Maar met God kan alles. Net had ik iemand zien staan en heel veel last van de knie. En ik vroeg, zal ik even voor je bidden? En toen zei ze ja. En ze kon weer de knie buiten. Halleluja. Dus ik wou op de Heer Jezus. Waarom horen we hier dan zo weinig van in het nieuws? Kom het binnenkort ook op tv? Nee, ga naar tv. Nodig ons uit. RTL4, CNN, BBC. Wij komen. Ze zeggen je wel eens dat muziek... Veronica komt naar je toe deze zomer. Nou, de Heer Jezus komt naar je toe deze zomer. Amen. En als Jezus dan de weg, de waarheid en het leven is, dat klinkt leuk natuurlijk, maar hoe kom ik dan bij hem? Ja, dat is een goede vraag. Als jij gelooft dat de Heer Jezus een redder en verlosser is, en als je dat gelooft met heel je hart, dan geloof je dat de Heer Jezus een redder en verlosser is, en dan doe je dit. Dan ga je binnen naar God de Vader toe. Want je gaat naar de Vader toe door de Heer Jezus. En dan bid je, Vader God, hier kom ik. Ik weet niet hoe ik het doe, maar ik geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En dat Hij mijn Heer en Meester is. Dat Hij voor mij aan het kruis gegaan is en opgestaan is uit de dood. Weet je wat dan gaat gebeuren? Nou? Dan word je een kind van God. Woehoe! Dan heb je een blijde boodschap. Woehoe! En ben je er blij van. Ik word er blij van. Joehoe! En je bent er blij van. Het lijkt wel alsof de wereld dit moet weten. Absoluut, amen. Het lijkt wel dat Jezus de hoop van de volken is. En dat is hij. Op Lekking 618. U bent de hoop van de volken. Thank you.
stad Jeruzalem. Toen kwam hij op een ezel. Toen hij eraan kwam lopen. Toen hij eraan kwam. Toen riepen de mensen. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hij die, volgens mij is het hij die redt. Of hij die ons helpt. Hij die ons redt, hij die ons helpt. En weet je waarom ze dat doen? De reden is omdat zij wist dat hij koning is. Koning en koning. Hij is koning en koning. Hij is heer van ons leven. En wil je ook dat hij een heer van jouw leven is? Neem dan aan als je redder aan de los. En dan doe je dat geloof in je hart. En hard op uit te spreken. Heer Jezus, ik geloof dat u mij het kruis bent gedaan. Opgestaan uit de dood. En dan God is de eerste van God. En dat Jezus Heer is. Opgestaan uit de dood. Want Hosanna, jij gelooft. Koning Jezus, jouw koning. En sorry, Willem-Alexander is een koning, dat is leuk, Nederland. Maar niet koning van de hele wereld. Hij is niet koning Jezus. Ik zie een generatie. De weg heeft voorbereid. Wow. Zodat wij het zelf niet meer hoeven te doen. En ik kom toch veilig binnen. Je komt behouden. Behouden. Thuis. En weet je wat zo mooi is? Ja. De Heer Jezus die was in de hemel. En hij zag dat het ons niet lukt. Oh. En dus hij liep naar de Vader toe. Hij zegt, Vader, het ja. Gaat niet goed. Stuur mij maar. Ja. Want ik wil ze redden. Okay. Ik wil die Marjolein bij me hebben. Emma. En Ronald. En Aalt. En Erik. En de man met de camera. En mensen. En iedereen. Hij wil iedereen. Wauw. Zo deed hij. Hij kwam vanuit zijn hoogste hemel naar de aarde. Wow. Om te vertellen over de Vader. Om te vertellen over een koninkrijk. En dat ieder die gelooft. En dat met zijn hele hart naar hem uitspreekt. Ja. Dat hij daar mag komen. Woehoe! Dus hij heeft de weg voorbereid. Ja. En wij mogen achter hem aan wandelen. Jezus is de redder. Hij is de redder. Hij is de verlosser van de wereld. En ik zeg wel eens, als je gewoon heel dichtbij hem bent en je gewoon aan hem vasthoudt. Ja. Dan zal hij wel dat thuis. Ja, dat staat volgens mij in de Bijbel ook toch? Dichtbij je lang blijft, toch? Ja. Dat maar is, er is Johannes nog zo'n helper, er is nog een helper, of niet? Ja, daar kreeg ik net ook al een vraag van, ja, de Heilige Geest dan? Ja, de Heilige Geest, is dat toch weer? Is dat toch weer, hè? Ja, en toen mocht ik ook vertellen, weet je, je hebt de Vader, je hebt de Zoon, ja. De Heilige Geest. En het is een drie-enige God, en het is net als met water. Oké. Okay. Je hebt stoom, ja. Vloeistof in een glas, ja. En ijs. Wow. En dus alle drie. Water. Water. Maar dan net in de alvast. Maar dat is gaaf. Het is een drie-enige God. En de Vader, die zit in de hemel. Ja. En de Heer Jezus, die kwam naar de aarde om ons te vertellen, jongens, hier gaan we naartoe. Toen is Jezus met de hemel vaart, opgevaren, dus opgevlogen naar de hemel. Ja. En heeft hij met Pinksteren, met Pinksterfeest, toen
de uitstorting van de Heilige Geest. Ah, uitstorting. Hey, maar ik dit is eigenlijk tongen van vuur of zo. Ja, dat is al. Weet je waar het vuur voor staat? Nou, geen idee. Nou, de geest van heiligheid, ja. Die wil ons puur maken, ja. Zoals goud gezuiverd en gelouterd wordt, zullen hij dat ook bij ons doen. En als je goud warm maakt, heet maakt, dan komt dan viezigheid boven, toch? Ja. Ja. Zodat we daarmee te maken hebben. Woehoe! Dat is het louter niet! Yes, hallelujah! Ja. En weet je wat ik zo mooi vind aan de Heilige Geest? Nou. Hij kan je beste vriend zijn. En hij is onze helper, dus hij is gekomen om ons te helpen. Hey man. Dus als iemand een helper nodig heeft, weet je, het is er gewoon. Hij is er altijd, hè? Maar je moet je wel vragen om je te helpen. Ja. En die Heilige Geest, hè? Ik had ergens gelezen dat het onderpand is. Wat is dat precies? Ja, een onderpand. Ja, ik zeg altijd, het is een soort verzekering. Een verzekering? Oké. Dat je gewoon rechten. Dit is een bonnetje. Wat kan erop? Ja, zo van, hey, hier heb ik recht op. En heb ik niet recht op uit mijzelf. Nee. Ik ben mede erfgenaam Christus. Kijk. Want hij van mij heeft klaargemaakt. Want hij heeft, ja, want hij heeft verworven. Want hij heeft gekregen van de Vader. Dat wil hij ook aan ons geven. Wow. Wij zijn zijn broeders. Hij noemt ons onze broeders. Hij zegt, ik noem jullie mijn vrienden wanneer jullie doen wat ik zeg. Zeker. Niet alleen maar woordjes, maar ook daar. Nou, dit staat in Jacobus volgens mij. Ja, zoiets hè? Dat staat er wel. Ja, exact de woorden zegt Jezus zelf. Hij zegt, ja, oren, niet alleen oren, ook daar, lieve mensen. Niet door kracht. Nog geweld. Kijk, zo komen we als liedjes, jongens. Laten we wat met hier en dan komt hij.